Trips is in diverse teelt een sterk toenemend probleem. Om deze reden heeft Royal Brinkman een nieuw tripsbestrijdingssysteem ontwikkeld. Dit systeem berust op een drietal pijlers. Pijler nummer 1 is een roofmeid die in staat is om zowel het eerste als het tweede larvenstadium van de trips te bestrijden. De roofmeid Mondorensis van Agrobio. De tweede pijler is de voermeid. Deze voermeid wordt ingezet samen met de roofmeid om de roofmeid te voeren en om op deze manier in leven te houden en hem te laten ontwikkelen. De derde pijler is de bioverdeler. Met het gebruik van dit tripsbestrijdingssysteem zijn wij in staat om trips te onderdrukken, wat resulteert in een mooie, schone oogst. De bioverdeler is toepasbaar op vrijwel alle soorten spuitbomen en is eveneens te implementeren op gewaswagens en een monorail. De bioverdeler bestaat uit een witte schijf die in het apparaat zit. Die schijf regelt de afgifte van het materiaal. Het materiaal belandt vervolgens in deze zwarte schijf. En die zwarte schijf die draait rond en die slingert de roofmijten en de voermijten egaal, netjes verdeeld in het glas. Wat was de reden dat jullie voor dit tripsconcept van Brinkman gekozen hebben? Wij hebben vorig jaar best wel veel schade gehad in het gewas. En nu zijn we met het Brinkman systeem begonnen. En dan gewoon ja, veel schoner gewas. Met gebruik van het Brinkman systeem zien wij een hoge dichtheid aan Mondorensis in het gewas.